De angst was reusachtig. Dus dat was eigenlijk een verboden ziekte. Dat waren jonge mensen die een doodsvonnis kregen. Hè. Dat was geen weg terug. Hè. Ik dacht echt dat mijn toekomst voorbij was. Het eerste waar dat ik aan dacht, oh nee, mijn leven is voorbij, ik ga dood. Over aids praten, ja, dat was fluisterend. Hè. Dat besmettelijk zijn, dat heeft zo'n impact. We zijn zeker niet af van dat aids-verhaal. Wij verliezen ook nog altijd patiënten aan aids. Dokter, zal ik ooit gelezen van HIV, komt wel tijdens elke raadplegingsvoormiddag één keer voor. Het is nog nodig om daar dieper in te graven en te begrijpen wat er aan de hand is.